Welkom. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen zijn en dat we samen in het woord van God kunnen gaan studeren. En, de vorige keer hebben we het gehad over God en overheid. Vandaag gaan we weer verder en gaan we nog dieper gaan kijken, samen kijken naar hoe wij als kinderen van God mogen staan in deze samenleving. En ik heb wat vragen gekregen van de vorige keer, dus die probeer ik ook gelijk daarin te verwerken en te behandelen. En dat we samen gaan kijken hoe wij als kinderen van God mogen staan in deze tijd. Eigenlijk de eerste vraag die we met elkaar moeten stellen is, wat is corona eigenlijk? Wat is corona? Ik ga geen medische toespraken overhouden of iets in die richting, maar meer even samen bewust worden van corona. Want als je naar de media luistert of berichten vanuit het nieuws enzovoort leest, lijkt het alsof corona een andere soort ziekte is dan alle andere ziekten. Corona wordt overgebracht als een ziekte die anders is dan alle andere ziektes, dus erger is. We mogen wel met elkaar vaststellen dat corona ziekte is, net als alle andere ziektes. En daar moeten we als kinderen van God dat blijven vasthouden. Corona is een ziekte, net als alle andere ziektes. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe moeten we daarmee omgaan? Met de maatregelen daaromheen en alles wat daaromheen gebeurt. En de vraag die we gaan behandelen is ook, is corona een teken van de eindtijd? Is als we kijken naar corona en de maatregelen daaromheen, kunnen we zeggen dat dat een teken is van de eindtijd? Daar gaan we zo naar kijken. Maar laten we eerst kijken naar 1 Petrus 4, vers 7. Dat is namelijk de basis die we hebben. Of nou corona een teken is van de eindtijd, ja of nee, is de basis. 1 Petrus 4, vers 7. En daar staat, en het einde, alle dingen, is nabij. Het einde, alle dingen, is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Halleluja. Wees dan nuchter en waak in de gebeden. Dit is de standaardhouding die wij horen te hebben als kinderen van God. Dat we nuchter zijn. Iemand die nuchter is, is iemand die niet onder invloed staat. Als wij niet onder invloed staan van de manieren van leven van deze wereld, van de verleidingen van deze wereld, van de rijkdom van deze wereld, van de plezieren van deze wereld, dan zijn wij nuchter. Laten we wel wezen, in Nederland zijn wij in slaap gesust door de manieren van leven van deze wereld. Door onze rijkdom, door de dingen die we zien, doordat onze buiken vol zijn, zijn wij in slaap gevallen. Maar dan zegt Petrus, het einde, alle dingen, is nabij. Het einde, alle dingen, is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Dit is de plek waar we horen te zijn. We zijn aan het waken, we zijn nuchter en waken in de gebeden. We bidden en we bidden. Nadat we gebeden hebben, gaan we nog een keer bidden. Los van de vraag of het nou corona, eindtijd, teken is van eindtijd, ja of nee. En ik zei, als we geen gebedsleven leiden, als we geen gebedsleven hebben, is een teken dat we keer op keer een leven zullen leiden, een vleeselijk leven zullen leiden. Als we geen gebedsleven, serieuze gebedsleven leiden, is een teken dat we keer op keer een slap, verslagen, overwonnen leven zullen leiden, omdat we niet bidden. Daarom zegt Petrus, wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Oké, is corona een teken van de eindtijd? Als we kijken naar de maatregelen rondom corona, zien we een vergelijking met wat in Openbaring 13, vers 16 en 17 staat. Laten we daarheen gaan. Laten we samen kijken wat daar staat. In Openbaring 13, vers 16 en 17 staat het volgende. En het maakt, dat is dan het beest, het maakt dat het aan alle kleine, grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten en merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft.
of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dit is wat zou gebeuren, dat het zover zou komen dat de overheid samenspant met het beest, waardoor iedereen, alle kleine, alle grote, alle rijke, alle arme, alle vrije en dienstknechten. Met andere woorden, het maakt niks uit wie je bent in de samenleving, wat positie je hebt in de samenleving. Er zal een moment komen waardoor je, als je dat merkteken niet hebt van het beest, niet kan kopen, niet kan verkopen. Doet dit ons niet denken aan wat gebeurt op dit moment met de coronamaatregelen? Als je geen mondkapje draagt, heb je geen toegang tot dit en dat andere ook niet. Als je geen anderhalf meter afstand houdt, mag je in bepaalde kringen niet zijn. Dat wil niet zeggen dat corona per se nu een teken van de eindtijd is. Maar wat wel opvallend is, is dat de maatregelen rondom corona heel veel gelijkenissen vertoont met wat in Openbaring 13 staat. En dan is de vraag, hoe moeten wij als christenen in deze tijd leven dan? Hoe moeten we dan, wij als christenen ons profileren? Hoe horen wij te zijn in deze samenleving? En dat gaan we even lezen aan de hand van Matteüs 13. Even als een, misschien heb je dat wel eens gezien, wat in Matteüs 13 staat. Jezus zegt daar iets heel merkwaardig. Hij zegt in Matteüs 13 vers 17, even kijken. Hij zegt het volgende. Voorwaar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. Te horen de dingen die gij hoort hebben ze niet gehoord. Met andere woorden, wij leven in een speciale tijd. In een speciale tijd. Waarin Jezus nu zegt tegen zijn discipelen, jullie hebben een voorrecht om te horen wat ik aan het zeggen ben, om te zien wat ik aan het doen ben. Want vele profeten en rechtvaardigen hebben naar begeerd, hebben naar gesmeekt, maar is hen niet gegeven. Wij als kinderen van God leven op dit moment in een tijd waarin wij verantwoordelijkheden dragen. Niet alleen voor onszelf, maar voor de wereld om ons heen. En deze verantwoordelijkheden zullen we weer af moeten leggen aan onze Here, aan onze Lord, aan onze Heer, dat is Heer Jezus. En dat maakt dat wat we nu doen of niet doen, consequenties heeft voor ons eigen levens, maar ook voor datgene wat de Heer Jezus tegen ons gezegd heeft. En wat we gaan zien in deze Bijbelstudie is dat we een onderscheid gaan maken tussen hoe reageren mensen die in deze wereld zijn en hoe reageren wij als mensen die in Christus Jezus zijn. Hoe reageren de onrechtvaardigen en hoe reageren de rechtvaardigen op omstandigheden, op corona, op ziekte, op allerlei maatregelen. Hoe reageren we en hoe reageren zij? En dan moeten we eerst goed vaststellen wie deze twee groepen zijn. En dat gaan we nu samen zien. Ik zei net ook al, om goed te bepalen hoe wij horen te reageren op omstandigheden, gebeurtenissen in deze wereld, moeten we eerst een onderscheid maken tussen de kinderen van de toorn en de uitverkorene Gods. Nog een keer, de kinderen van de toorn en de uitverkorene Gods. Kinderen van de toorn worden in de Bijbel genoemd als iedereen die nog in de eerste Adam is. Iedereen die nog in de eerste Adam leeft, is automatisch een kind van de toorn. Hij wordt ook nog eens een dwaas genoemd. Een goddeloos, een zondaar, een kind van de duivel, enzovoort. En in Colossense, hoofdstuk 1, vers 13, gaan we nu even niet lezen. Daar lezen we dat God, toen wij ook zondaren waren, dood waren in onze overtredingen, dat God ons uit de macht van de duisternis heeft getrokken en ons geplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is Jezus. Nog een keer, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons geplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nu heb je dus twee verschillende mensen. Mensen die nog
onder de macht van de duisternis leven. En mensen die nu getrokken zijn uit de macht van de duisternis. De Bijbel zegt dat deze kinderen van de toorn dood, zij zijn dood in hun overtredingen. En daartegenover heb je de uitverkorene Gods. En de Bijbel noemt deze uitverkorene Gods iedereen die in de laatste Adam is. Hoe, halleluja, de laatste Adam. Dit is wat er gebeurde. Toen wij opnieuw geboren werden, werden wij geboren uit de laatste Adam. Werden we opnieuw geschapen uit de laatste Adam. En de laatste Adam is Christus zelf. En daarom worden wij genoemd rechtvaardigen, kinderen van God, uitverkoren geslacht en koninklijk priesterdom en heilig volk. Halleluja. Moet je eens nagaan. Wij zijn een heilig volk. Een volk dat apart is gezet. Voor een speciaal doel zijn wij apart gezet door God zelf. Dat lezen we in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9. Gaan we nu niet samen lezen. En dus de essentie hier is dus dat deze twee groep mensen totaal op verschillende manieren reageren op de gebeurtenissen, omstandigheden en situaties wat allemaal die we waar we mee te maken krijgen in deze wereld. Goddelozen reageren op hun eigen manier en de rechtvaardigen reageren op eigen manier. En dat verschil moeten we blijven vasthouden. Het ergste wat we kunnen doen is op dezelfde manier reageren als de onrechtvaardigen. En dat gaan we samen zien hoe wij dan horen te reageren. En als wij reageren als onrechtvaardigen, als wij reageren als kinderen van de toorn tegenover corona en coronamaatregelen, is een teken dat we niet weten wie wij zijn. Is een teken dat wij zelf niet weten wie wij zijn in Christus Jezus, onze Heer. Dan gaan we nog even iets dieper kijken naar wie deze kinderen van de toorn zijn. Hoe zijn ze nou? Hoe reageren ze? Hoe leven ze nou? En daarbij hebben we nog een klein beetje iets nodig om te weten hoe een mens bestaat. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Een mens heeft een geest, heeft een ziel en een lichaam. Nou, dat zien we in Genesis hoofdstuk 1, vers 26 en 28, dat God de geest van Adam geschapen heeft. Dat hij heeft hem geschapen, hij geeft hem heerschappij over allerlei dieren en de hele wereld en hij zegent hem. Hij zegent hem. Maar hier horen we nog niks over het lichaam van Adam en ook niks over de ziel van Adam. Maar God spreekt met hem daar. Dus God schiep eerst de geest van Adam en daarna zijn ziel en zijn lichaam. En dat lezen we wanneer de ziel en het lichaam geschapen zijn. Dat is dan pas in hoofdstuk 2 vers 7. Daar lezen we dat God met zijn handen het lichaam van Adam geschapen heeft. In dat woordje Adam, Adam in het Hebreeuws, hoor je ook dat woordje uit aarde gevormd, uit aarde gemaakt. En nadat hij dat gemaakt heeft, heeft hij zijn geest daarin geblazen. Heeft hij een adem van leven, zeg maar, ingeblazen in zijn neusgaten. Zo. En toen kwam Adam tot zichzelf. Hij had toen een ziel. Dan staat in vers 7, toen kwam hij tot zichzelf. Hij werd een levende ziel. Hij kon zien, ik besta. Oh, ik heb emoties, ik heb verlangens, ik heb gedachten. Ik heb een wil. Dus Adam, doordat God de ziel schiep, werd hij bewust van zichzelf. En door zijn lichaam werd hij bewust van de buitenwereld. Zo kon hij in contact komen met de buitenwereld. Hij kon zien, hij kon horen, hij kon voelen, hij kon proeven en ruiken. Dit was hoe God de mens geschapen heeft. En Gods wil was dat de mens geleid zou worden door de geest. En de geest zijn ziel zou leiden en de ziel ook het lichaam. En uiteindelijk was de volgorde zo. Maar we weten dat in hoofdstuk 2, vers 17, lezen we dat Adam van God hoort. Dat wanneer hij van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad zou eten, dat hij
onmiddellijk zou sterven. Dat deden ze helaas. En dat werden ze direct afgesneden van het leven met God. Hun geest, zijn geest, werd dood. De dood die Adam onderging, vanaf dat moment was dat zijn geest gestorven was. Dat gaan we zien op het volgende plaatje. En ik heb een beetje geprobeerd te tekenen, zeg maar. Heb je hier, zeg maar, Adam, de eerste mens. Omdat hij gezondigd heeft, zijn geest is nu dood. Hij is dood, maar hij heeft nog een wil. Hij heeft nog gedachten, emoties en verlangens. En hij kan zelfs horen en zien en proeven en ruiken en voelen. Maar dat is zijn wil, gedachten, emoties en verlangens. Dat zijn allemaal in zijn ziel. Hij heeft nog een ziel. En de ziel wordt gevoed door wat hij ziet, door wat hij hoort, door wat hij voelt, door wat hij proeft. En dat bepaalt wat zijn wil is, wat zijn gedachten zullen zijn. Je kan het zo vergelijken met iemand die, als je geblinddoekt zou kunnen worden, als je geblinddoekt wordt en je wordt gevraagd, ga maar nu even lopen in deze zaal. Wat je dan doet is dat je gaat toch even kijken. Want ja, je gaat toch een beetje voelen, zeg maar. Je kan niks zien, want je geest is als het ware dood. Je kan niets zien, want je bent nu afhankelijk van je zintuigen. Je moet nu even voelen. Je moet nu horen welke geluiden om op de juiste plek te kunnen komen. Exact is dit wat er gebeurde voor iedereen die in de eerste adem is. De Bijbel zegt dat ze dood zijn. De Bijbel noemt ze dat ze dood zijn in hun overtredingen. Alle goddelozen die Jezus nog niet hebben aangenomen of niet willen aannemen, zijn ze dood in hun overtredingen. Ze zijn kinderen der ongehoorzaamheid. In wie de overste van deze wereld werkzaam is. Satan werkt in hen. Hij is hun vader. Net als God onze vader is, is Satan nu de vader van deze goddelozen. Dus het punt is dus hier, als we een connectie maken met corona en coronamaatregelen. Deze goddelozen hebben geen idee. Ze weten werkelijk niet waar het om draait als het gaat over corona. Ze weten niet wat corona exact is. Ze weten niet hoe ze hiermee moet omgaan. Sterker nog, dat zeggen ze tegen ons zelfs. We weten niet hoe te handelen. Dat klopt, want ze zijn nog dood in hun overtredingen. En als wij onze houding, als wij onze standpunten ontlenen aan wat deze goddelozen aan het doen zijn, hebben we een probleem. Is een blijk dat we niet weten wie we zijn in Christus Jezus. Als ik mijn standpunt, mijn manier van leven, mijn reactie ontleen aan wat een goddeloze doet, is een teken dat ik niet weet wie ik ben in Christus. Daarom hebben goddelozen angst over corona. Als je naar het nieuws kijkt, kijk voor jezelf. Maakt niet uit welke gesprekken, je hoort alleen maar angst, angst, angst. Angst en vrees en vrees en vrees over corona. Maar wist je dat corona niet nieuw is? Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Want de Bijbel zegt, er is niets nieuws onder de zon. Niets nieuws onder de zon. Dat zijn de woorden van de prediker, Salomo. Ik dank God voor zijn leven. Hij heeft namelijk een analyse gemaakt van het leven hier onder de zon. Hij heeft bestudeerd wat hier onder de zon gebeurt. Hij was koning. Er was geen één rijke koning als hij was. Hij heeft een uitvoerig studie, als je dat zou willen zeggen, gedaan over deze wereld en het leven hier op deze wereld. En dan zegt hij, dat gaan we zo meteen zien in Prediker 1. Hij zegt in Prediker, hoofdstuk 1, vers 9. Dit is wat hij zegt. Prediker nu geeft hij ons een analyse van zijn leven hier op aarde. Van het leven hier op aarde. Hij zegt dit in vers 9. Hetgene er geweest is, dat zal er zijn. En hetgene er gedaan is, dat zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Nog een keer. Hetgene wat er geweest is, dat zal er zijn. Hetgene dat er gedaan is, dat zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Dus vanaf nu, als iemand ons vertelt, er is iets nieuws.
We weten dat diegene aan het liggen is. Dus een leugenaar. Halleluja, dit is de waarheid van het. Nu laten we het woord zelf spreken. Er is niets nieuws onder de zon. Corona is niet nieuw, gaan we zien. Mensen in het Oude Testament hebben te maken gehad met pesten. Pestilentie hebben daarmee te maken gehad. Ze hebben te maken gehad met besmettelijke ziektes. Dit is niet nieuw. Maar de wereld wil ons doen geloven dat we te maken hebben met een speciale virus. Speciale besmetting, iets waar we bang voor moeten zijn. Maar prediken verteert ons iets anders. En wat was dan de houding van deze mannen in het Oude Testament? Wat was de houding van de mannen in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament? Hoe gingen ze met dit soort dingen om? Daar gaan we nu kijken in het Oude Testament. Je hebt er in Leviticus 13 de wetten die gaan over melaatsheid. Ik ga het nu niet lezen, kun je gewoon thuis voor jezelf lezen. Leviticus 13, daar staan allemaal regels, wetten over hoe iemand die met melaatsheid te maken had, hoe die behandeld moest worden. Even een klein beetje wat daarin staat in Leviticus 13. Als iemand het idee had dat hij te maken had met melaatsheid op zijn, op haar lichaam, die moest naar de priester. En de priester die moest een check doen. Die moest hem onderzoeken en kijken of er inderdaad sprake is van melaatsheid. Als dat zo was, moest diegene in quarantaine gebracht worden. Moest hij buiten de stad gaan wonen. Weet je, dat woordje quarantaine, ik spreek Frans, is ongeveer, niet ongeveer, is gewoon, je hoort het woordje quarant. Quarant, dat is dan 40. Quarantaine is dus 40. Dus als iemand in quarantaine zou gaan, dan zou die in 40 dagen in afzondering moeten zijn. Maar dat doen we niet. Wij hebben het 2 weken. Oké. Maar als we kijken naar quarantaine in de Bijbel, is dat alleen degene die te maken had met melaatsheid, diegene moest in quarantaine. Niet de mensen die met hem te maken had. De priester moest helemaal niet in quarantaine. Hij had hem onderzocht, stelt vast, je hebt corona, maar hij gaat niet. Of je hebt melaatsheid, je hebt een besmettelijke ziekte, maar hij gaat zelf niet in quarantaine. De mensen om hem heen gaan ook niet in quarantaine. Want die priester die deed dienst, mensen kwamen hem bezoeken. Maar de wereld wil ons laten geloven dat corona zo'n zware ziekte is. Waardoor je überhaupt niet eens kan ademen. Want je verspreidt corona. In de Bijbel lezen we iets anders over besmettelijke ziektes. In hoofdstuk 14 lees je ook meer over de wetten van de reiniging van melaatsheid. Nu zijn we aan het kijken naar hoe mensen in het Oude Testament daarmee om zijn gegaan. Wat dachten we aan David? David is een van mijn favorieten. Die laat ons zien hoe hij hiermee omging. Hij laat ons zien in Psalm 91. Dat is maar een van de vele psalmen. Deze man had te maken met besmettelijke ziektes. Oh, maar wat hij gezegd heeft in Psalm 91. Ach, is zo krachtig. En deze psalm, even een klein beetje vooruitlopen, is onze favoriete psalm thuis. Onze kinderen kennen hem, ik ken hem ook. Wij spreken hem uit elke dag. Letterlijk elke dag spreken we samen als gezin uit. Wij vertrouwen God daarin. Wij willen nog verder in groeien om God daarin te vertrouwen. En David zegt in Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont. Dit was zijn woonplaats. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont. En overnacht slaapt. Overnacht in de schaduw. Van de ontzagwekkende. Zegt tegen de Here. Mijn toevlucht. Mijn vesting. Mijn God. Op u vertrouw ik. Zie je waar David leefde? Als pesten kwamen, is waar hij leefde. Want in vers 3 zegt hij, hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest.
Wat zouden we zeggen tegen David, nu we in deze tijd zitten en te maken hebben met een besmettelijke ziekte? Wat zouden we nu moeten zeggen tegen David? Als wij bang zijn, als wij als gezinnen elkaar in de kamers moeten opsluiten omdat we elkaar niet mogen zien. Waar is onze God nou? Waar is onze Heer nou? Waar is de God van David nou? Waar is onze persoonlijke God nou gebleven? Kunnen we net als David zeggen, hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest? Vers 4, hij zou beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wikken vind je een tuchtvlucht. Zijn trouw is een veilig schild. En dan komt hij, vers 5. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart midden op de dag. En dan vers 7 is hij mijn favoriete. Dan zegt hij, dit is een test of we geloven wat David gezegd heeft. Hij zegt, al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Jou zou niets overkomen. Ik vraag me af of wij in deze tijd dit kunnen zeggen, net als David. Net als David. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Jou zou niets overkomen. Hij gaat verder in vers 14. Je kan hem thuis verder helemaal lezen. Vers 14, hij zegt, ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie mijn naam vertrouwd is. En dan vers 16, 15 nog even erbij. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. Slaat hij daarmee. Ik zal je redding zijn, zegt God. Dit is David die ons een inkijkje geeft in hoe hij tegenover pesten, pestilentie, keek. Hoe hij met besmettelijke ziektes omging. Wat dachten we van Psalm 56, vers 4? Laten we die ook erbij pakken. 56, vers 4. Waar gaan ze niet alle psalmen? Er zijn zoveel psalmen die hij geschreven heeft. Psalmen is een heel mooi boek om 56, vers 4. Dan zegt hij in vers 4. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Andere vertalingen zeggen, in mijn bangste uur vertrouw ik op u. Prijs God. In mijn bangste uur, als ik bang ben, wanneer ik zoveel angst hoor vanuit de media, vanuit de gesprekken die ik hoor om me heen, vanuit mijn familie misschien, vanuit wie dan ook. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Kunnen we dat zeggen met David in deze tijd? Dat is een retorische vraag. Kunnen we allemaal voor onszelf beantwoorden. Laten we 118 erbij pakken. Psalm 118, vers 118, dan gaan we naar vers 5. Vers 5, en dan zegt hij, uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen. Prijs God. Uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen. De Heer heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. Uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen en de Heer heeft mij verhoord. Weet je, die benauwdheid waar hij het over heeft, is namelijk ongeveer net als corona. Corona heeft ook te maken met je ademhaling. Als je corona krijgt, hebben we gehoord dat dat zo gaat, heb je moeite met ademen. Dit is wat David zegt. Dit is niet, je hebt dan mensen die zeggen, ja maar dat was een beetje figuurlijk, dat was een beetje geestelijk. Zeg dat tegen David. Dit was en geestelijk en letterlijk. Niet figuurlijk, maar ook letterlijk. In de benauwdheid, wanneer hij niet kon ademen. Wanneer zijn adem hem bijna tekort ging. Zegt hij, heb ik de Heere aangeroepen. En de Heere heeft mij verhoord. Prijs God. Ik kan zoveel andere psalmen aanhalen, maar dat gaan we niet doen.
En dan gaan we kijken naar mensen in het Nieuwe Testament. Jezus en de Melaatse. Marcus 4, laten we daarheen gaan. Marcus 4. Sorry, ik zei 4, maar Marcus 1. Marcus 1. Marcus 1. En dan is het, laten we vanaf vers 40 beginnen. Marcus 1. En dan staat, en laten we 40 en 41 erbij pakken. Dat is Jezus. En tot hem kwamen een melaatste, biddend hem en vallend voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. 41. En Jezus, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, strekte zijn hand uit en raakte hem. Hoor je dat? En raakte hem. En zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. Jezus zei, hij raakte hem. En zei, ik wil, word gereinigd. Kijk, als we horen mensen die zeggen van ja, hoe kunnen we lief zijn voor de mensen in onze wereld, in deze wereld? Hoe kunnen we zo goed mogelijk met ze omgaan en laten zien de liefde van Jezus? Dit is de liefde van Jezus. Jezus werd met ontferming bewogen, innerlijk bewogen. Zijn liefde voor die melaatste, die bewoog hem. En hij strekte zijn hand uit en hij bad voor hem als het ware. En zei tegen hem, ik wil, word gereinigd. Kunnen wij nu zeggen tegen elkaar dat als mensen ons vragen om ze zeggen dat ze corona hebben, dat we hetzelfde zouden doen als Jezus en besmettelijke ziekte hebben, zouden we onze handen uitstrekken en hen aanraken en bidden voor ze? Zouden we dat doen? In Lucas 17 gaan we niet lezen, vers 11 tot en met 19 lees je dat Jezus weer 10 melaatsten tegenkomt. Hij komt 10 besmette mensen komt hij tegen. Hij stuurt ze niet weg. Ja, maar hij geneest ze eerst en dan stuurt hij hen weg. Hij zegt, ga uzelf laten zien aan de priester. Volgens de regels van Leviticus 13 en 14. Ze gaan daarheen, ze worden gezond verklaard. 1 iemand kwam terug naar Jezus om hem te bedanken. Te zeggen, dank u, ik ben genezen. En Jezus was verbaasd. Hij zei tegen die ene die terugkwam, wij zijn de 9 gebleven. Als Jezus ons geneest van corona, moeten we ook naar hem toe gaan door hem te danken. Dank u Heer dat u ons genezen heeft van corona. De vraag die nog blijft is, wij als gelovigen, wat verwacht de Heer dan van ons? Heel simpel, Jacobus 5. Jacobus 5, gaan we samen lezen. Jacobus 5, dat is in vers 14 en 15, Jacobus 5, 14 en 15, dan staat in 14, is er iemand krank onder u, is een vraag, is er iemand ziek onder u, dan dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalven met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zou de zieke behouden en de Heer zou hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zou hebben, het zal hem vergeven worden. Dit was de normaalste gang van zaken van de vroegere kerk. Pak maar vanuit, ik kan bijna zeggen vanuit de 12e, 13e tot en met ongeveer 16e, 17e eeuw. Dit was de normale praktijk voor ze. Als iemand ziek was, hing hij aan de telefoon bij wijze van spreken. Ouderling, kunt u bij ons komen? Want we hebben een zieke in huis. En de ouderling kwam met olie. Hij ging diegene zalven. Zie je dat? Handenoplegging. Als de coronamaatregelen zeggen dat we elkaar niet mogen aanraken, dat is rechtstreeks tegen het woord van God in. Als ze zieken zijn, mogen ze rechtens volgens het woord van God hen de handen opleggen. Zalven met olie en het gebed van het geloof uitspreken. En de Heer zal het werk doen.
Kunnen we nu zeggen in deze tijd van corona dat er ouderlingen nog beschikbaar zijn die we mogen bellen, die mensen mogen bellen? Kan ik nu zeggen, ik ken ouderlingen die gebeld kunnen worden? Kunnen jullie zeggen in jullie samenkomsten of gemeentebijeenkomsten waar je ook gaat, kunnen we nu zeggen dat er mensen zijn die gebeld kunnen worden? Laat staan gebeld kunnen worden. Kunnen wij voor elkaar nog bidden en handen opleggen? Of sturen we elkaar naar huis? Weet je, als iemand ziek is, zelfs in onder de kinderen van God, dan hoor je de reacties net als, nou, sterkte. En beterschap, hè? Dat is niet bijbels, dat is niet van de Bijbel. Niet sterkte, hè? Beterschappen. Nee, kom en bid voor diegene met het gebed voor geloof. En de Heer zal het werk doen zelf. Maar nu hebben we het omgedraaid. We hebben gezegd, nou, als het zelfs corona is, nou, ga maar naar het ziekenhuis. We zullen online voor je bidden. Forget it, online bestaat niet in de Bijbel. Sorry, online bestaat niet in de Bijbel. Ja, we zullen online voor je bidden. No, we gaan naar de mensen toe. Wat dachten we van van het verhaal van die vier vrienden? Met die verlamde man. Jezus was in een ruimte aan het spreken als het ware. Mensen aan het onderwijzen. En de vier vrienden brachten hun vriend die verlamd was. Wat deden ze? Hebben ze het dak eraf gehaald. Om die vriend midden bij Jezus te krijgen. Zelfs mensen in die tijd wisten dat persoonlijk aanwezig zijn. De gemeenschap komen aanwezig zijn. Face to face belangrijk was. We moeten teruggaan naar de Heer en hem vragen of hij ons wil helpen. Want als we kijken naar hoe we reageren op deze coronamaatregelen, hebben we steken laten vallen. En dat moeten we gewoon in alle ontmoedigheid zeggen, in alle nederigheid zeggen, tegen elkaar en tegen God. Zeggen, hadden we niet zo mogen handelen. En je hebt vast wel eens gehoord dat iemand zei van, ja, je moet toch wel een beetje verstand gebruiken. Je moet toch je verstand gebruiken, hè? Goed verstand. Je moet een beetje gezond verstand gebruiken, toch, hè? Boerenverstand. Weet je, dat boerenverstand, laat het voor de boeren zijn. En weet je, in de Bijbel hebben we niet zoiets als boerenverstand. Ook niet als gezond verstand. Nee, dit is wat de Bijbel zegt. Spreuken 3, vers 5. Laten we die lezen. Spreuken 3, vers 5. Dit is de Bijbel. We zijn in de school of the Bible. We zijn in de school van de Bijbel. Dat de Heer ons onderwijst, laat zien. Wat is er, hoe moeten we doen? Hoe moeten we het doen? Spreuken 3, vers 5. Daar staat, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ik weet het. Wij in Nederland, onze hersenen gaan nu gelijk aan het werk. Ja, maar wacht even deze week. Wacht dan. Wat kan dat dan wel? Dat heb ik niet gezegd. Dat is wat de Heer zelf zegt. Hij zegt, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Mensen die nu steunen op uw eigen verstand om te dealen met corona en coronamaatregelen zijn tegen het woord van God aan het handelen. Het slechtste advies wat we kunnen krijgen is te zeggen tegen elkaar, gebruik maar je verstand. Je moet toch maar een beetje verstandig mee omgaan. Niks geen verstandig mee omgaan. Wij moeten met ons verstand de Heer vertrouwen en dan pas kunnen we verstandig zijn. Dan pas zijn we verstandig. Want vers 7 gaat verder. Zes eerst. Ken hem, ken God in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Laten we de Heer kennen in deze wegen van corona en coronamaatregelen. En hij zal onze paden recht maken. En dan, vers 7. Wees niet wijs in uw ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwade. En het mooiste, vers 8 staat ook erbij. Het zal een medicijn voor uw navel zijn. En een bevochtiging van uw beenderen. In andere vertalingen staat. Het zal een medicijn voor uw gehele lichaam zijn. Omdat we op de Heer vertrouwen. We zitten in een periode waarin wij een keuze moeten maken.
Weet je dat de goddelozen, even nu een opstapje naar vaccinatie, mensen hebben hun hoop en vertrouwen in de vaccinatie gesteld. In de media, zelfs kinderen van God, ze zeggen letterlijk, ah, ik kan niet wachten totdat de vaccinatie er is. Ik kan niet wachten totdat we gevaccineerd kunnen worden. Dat is nu al gaande. Mensen hebben hun vertrouwen gesteld in de vaccinatie. Maar hebben we überhaupt eerst nagedacht over deze lichamen? Dit. Hebben we hierover nagedacht? Wat dit is? Wat de Heer ervan vindt? We zijn niet de enige die daar wat van vinden. De Heer heeft ook iets daarvan gezegd. En wat hij ervan gevonden. Terwijl ik dit zeg, moet ik er bij mezelf nadenken. Heer, help mij om te beseffen wat dit is. Wat is dit nou? De Bijbel zegt in Romeinen 12. Dit is een moeilijk woord, maar we moeten toch wel horen, zeg maar. Romeinen 12. Gelijk vers 1. Dan staat, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode welbehagelijk offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dit is wat God zegt. Hij wil dat we deze lichamen voor hem stellen tot een levende, heilige en God welgevallige offerande. En dat is onze redelijke dienst. Als we dat niet doen, kunnen we zingen wat we zingen en zeggen wat we zeggen. We hebben nog niet onze redelijke dienst gedaan. Dit lichaam. Dat is nog niet alles. Want als we lezen in 1 Korinthe 6, vers 15 en 19, gaan we nog niet direct lezen, maar noteren misschien ergens. 1 Korinthe 6, 15 en 19, daar staat het volgende. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Of weet gij niet dat uw lichamen een tempel van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt? Weten we dat niet? En dat gij van uzelf niet zijt, dat we niet meer van onszelf zijn? Weten we dat niet, zegt Paulus. Zijn we nou nu misleid dat we niet meer weten dat deze lichamen leden van Christus zijn? Ik zou voor de mensen die zich willen vaccineren of dat van plan zijn, zou ik eerst nagaan, wat zegt nou de rechtmatige eigenaar van dit lichaam? Want de Bijbel zegt dat we gekocht zijn en betaald zijn. Deze lichamen zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus zelf. Door de hoogste prijs die ooit betaald zou kunnen worden. Het leven van de Zoon van God. Ik kan het zelf ook niet met mijn verstand erbij komen. Ik kan het niet begrijpen. Maar God heeft de hoogste prijs betaald voor dit lichaam. Namelijk het leven van zijn eigen enige geboren zoon. Wie ben ik om zelf een besluit te nemen over dit lichaam, zonder dat ik de rechtmatige eigenaar gevraagd heeft van dit lichaam en de rechtmatige inwoner van dit lichaam, de Heilige Geest van God. Wie ben ik? Voor de mensen die getrouwd zijn onder ons, weten we dat de man niet meer beschikt over zijn lichaam en de vrouw evenmin. De man beschikt niet over zijn lichaam, de vrouw beschikt over dat lichaam. En de vrouw beschikt niet over haar lichaam, de man beschikt over dit lichaam. Dat lezen we in 1 Korinthe 7, vers 4. God heeft het volgende gedaan. Hij heeft deze lichamen omgedraaid, geswitcht. Gezegd, jouw lichaam niet meer van jezelf, is van je vrouw. En vrouw, jouw lichaam is niet van jezelf, is van je man. Onthoud elkaar niet. Dus hoe zou je merken hoe de vrouw van je houdt? Ga maar kijken hoe zij jouw lichaam behandelt. Hoe zou je merken hoe de man van je houdt? Ga maar kijken hoe hij jouw lichaam behandelt. Dit is een serious business, mensen. We horen dus nu ook al dat we meer mensen nodig hebben om de toestemming te krijgen om niet zomaar te doen en te denken van, ah,
Ik ben baas over mijn eigen lichaam. Kijk, vrouwen die denken dat ze baas zijn over eigen lichamen, is niet van de Bijbel. Te denken, een man of een vrouw die denkt dat hij baas is over zijn eigen lichaam, en de vrouw specifiek over haar eigen buik, is niet in de Bijbel. De Heer is de baas over dat lichaam. En als we de keuze maken om ons te laten vaccineren, het eerste wat we moeten doen is waar we begonnen zijn in 1 Petrus. Dat we eerst nuchter moeten zijn. Laat ons niet beïnvloeden door wat de wereld zegt, de media zegt. Laten we nuchter zijn en dan waken in de gebeden. De Heer vraagt, wat wilt u hier? Wat wilt u dat ik doe met dit lichaam? U mag het zelf onderzoeken. De vaccinatie die we op tafel hebben liggen vanuit de overheid is een vaccinatie die in staat is om onze DNA te manipuleren, te veranderen. DNA-modificatie is iets wat in de medische wereld al verder ontwikkeld is. Onderzoek het voor jezelf. Dat is punt 1. Punt 2. De vaccinatie waar we mee te maken krijgen bevat onderdelen van de geaborteerde baby's. Moet je afvragen wat je daarmee wilt doen. Als je gevaccineerd bent, ben je nog niet ontslagen van al die maatregelen. De kans bestaat dat je alsnog ziek zou kunnen zijn. Ik zou met de Heer hiermee aan de slag gaan. Ik zei de vorige keer dat toen ik de eerste keer dat dit mij opviel was ongeveer in februari vorig jaar, niet 2020, maar een beetje eind 2019. Voor mijn werk kwam ik een document tegen, had ik onder ogen gekregen van het Europees Parlement, waarin een agenda, een meerderjarige agenda, was vastgesteld. Dus vanaf 2018 tot en met 2021. En daar werd zonder schroom en zonder te verbergen wordt gesproken over een Europees paspoort. En niet het paspoort wat we kennen om te kunnen reizen, nee, vaccinatiepaspoort. Dat iedereen die EU-landen betreedt, van land naar land gaat, moet kunnen overleggen dat hij of zij een Europese vaccinatiepaspoort heeft. Dan ga je nadenken, hoe kan dat, dat deze mensen meer weten dan wat wij weten? En toen ik het zei thuis, heb ik gezegd, we moeten nadenken wat we gaan doen als het zover komt dat we dit paspoort moeten hebben. Is dat in de wil van God voor ons? Kan de overheid mij verplichten om mij te laten vaccineren en dit lichaam te injecteren met wat ik net zei? Ja, maar deze reden kan toch, ja, DNA-manipulatie, dat kan toch niet. Ja, dat is toch alleen door God gemaakt. Kijk, ik zei net, prediker zei, er is niets nieuws onder de zon. Kijk maar in Genesis 6 wat gebeurde. In Genesis 6 werd DNA-manipulatie, had daar plaatsgevonden. Waardoor reuzen geboren werden. Reuzen. God moest een besluit nemen, namelijk alle mensen van de aardbodem te vernietigen. Alleen één familie, namelijk van Noach. Als je leest dat Noach rechtvaardig was, rechtschapen was. Als je het leest in de grondtekst, is dat hij nog rechtschapen was in zijn nageslacht, in zijn DNA. Hij was niet aangetast door al het andere. Zijn DNA was nog steeds intact, zoals God dat bedacht heeft. Daarom vond hij genade bij God. En ik zou hiermee met de Heer aan de slag gaan. En wat ook misschien goed om over na te denken, is dat het merkwaardig is dat we een soort vaccinatie hebben waar geen enkele uitzondering op bestaat. Als jurist bekijk ik het op die manier. Er is geen één vaccinatieplicht ooit geweest op deze aardebodem waar men niet op grond van andere vrijheden een beroep erop kon doen en door te zeggen, ik laat me niet vaccineren om die en die redenen, om redenen van, uit geloofsovertuiging enzovoort. En dat mocht altijd. Maar nu hebben we te maken met een vaccinatie
dan maakt het niet uit of je nou in Nederland woont, of in Amerika, of in andere landen woont. Het gaat deze kanten op. Als je de vaccinatie niet aanneemt, heb je geen toegang tot dit en dit en dit en dat andere en dat andere. Sterker nog, ben je een gevaar voor de samenleving. Moet je misschien wel in een speciale quarantaine gebouwen gaan wonen. In Israël heeft men daar nog minder keuzemogelijkheden, keuzevrijheid. Het is meer en meer zo aan het worden. Heb je geen COVID-paspoort, kan je dat gebouw en dit en dat niet meer doen. En het wordt alleen maar nauwer, 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 nauwer. We moeten nu al met de Heer wakend in gebed hier gaan en zeggen: Heer, wat moeten we doen? En het belangrijkste is dat we stand houden. Mocht het zover zijn dat de overheid toch zegt: nou, alles, water, gas, licht, alles afgesloten, omdat er geen sprake is van vaccinatie, dat we nog steeds kunnen zeggen: Heer, u bent groter dan wat het ook is. Weet je dat de Israëlieten 40 jaar lang hebben gewandeld op dezelfde kleding, dezelfde schoenen, 40 jaar lang. Nooit, never gesleten. En Israël was ongelovig. De rots die Christus is, volgde de Israëlieten. De Israëlieten volgden de rots niet. De rots is Christus. Christus volgde hen. Zij volgden Christus niet. Wij volgen Christus. En zij hebben 40 jaar lang in de woestijn gewoond. Ze hadden een koelingssysteem. Ze hadden een verwarmingssysteem. Lees maar zelf in het woord. Ze hadden water, licht, verwarming, voedsel. Alles wat ze maar nodig hadden. Kleding. Baby's die daar geboren zijn, hebben ze gewoon dezelfde kleding gedragen. Werden ze groot daarin. We hebben te maken met een machtige God die in staat is om ons te verlossen. Waar zijn we bang voor? Misschien zal ik een andere keer delen hoe wij zelf hierin staan, thuis. Welke keuzes wij hierin gemaakt hebben. Maar voor ons is het belangrijk dat we een keuze maken. Nu nog de mogelijkheid bestaat. Weet je, wat Job overkwam, zegt hij in hoofdstuk 3. Hij zegt het letterlijk. Hij zegt: waar ik bang voor was, is mij overkomen. Als wij bang zijn voor corona en coronamaatregelen, is exact wat ons gaat overkomen. Job 3, vers 25 en 26, zegt hij zelf. Want wat ik vreesde, en zij is tot mij gekomen. En wat ik schroomde, is mij overkomen. In vers 26, ik was niet gerust. Ik was niet stil en rustte niet. En de beroering is gekomen. We moeten net als David in de beschutting van de Allerhoogste gaan. En daar blijven wonen. Daar onze woonplaats van maken. Verblijven. Wil Satan ons uitlokken om uit de beschutting te komen? Zeggen we: nee, dit is onze woonplaats. We verblijven hier. Want hij is onze rots. Wij schuilen onder die rots. Christus is onze rots, is ons schuilplaats. De naam van de Heer is een sterke toren. En wij versnellen onszelf daarheen en zijn wij veilig. Dat is allemaal David. Hij kan ons leren van heel veel ervaringen die hij meegemaakt heeft in zijn leven. Dat de Heer hem verloste van vijand naar vijand, van ziekte naar ziekte, van pest naar pest. Waar zijn we bang voor? Laten we samen bidden en de Heere vragen dat hij ons helpt om de juiste keuzes te maken. Ik wil hiermee afsluiten door te zeggen: weet je, zoals nu hebben we te maken met de avondklok. Wat zouden we zeggen tegen David die
zijn plaats had in het huis van de Heer. Weet je hoe Psalm 23 eindigt? Die zegt, ik zou in het huis van de Heer verblijven in lengte van dagen. Ik zou in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen. Daar wil ik niet weg zijn. Hij zegt in de andere psalm, 84 vers 11. Hij zegt, één dag in uw voorhoven, één dag maar in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Voorhoven was nog niet eens, was maar een begin van de tabernakel. Dan heeft hij het nog niet eens over de heilige. En ook nog niet eens over de heilige der heiligen. Hij heeft het nu over de voorhoven. Hij zegt, één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos ervoor. Ik ben liever aan de dorpel in het huis van God. Daar wil ik zijn dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wat hadden deze mensen, deze mannen in het Oude Testament gezien in het huis van God wat we nog niet zien? Maar wij zijn meer tevreden met, online, ja prima, nee prima. Ik kijk wel een keer, ja goed in mijn pyjama, bedoel, mij terug mag je in je pyjama kijken. Ik kijk wanneer het mij uitkomt. Kijk, al het online gebeuren als dat het enige is wat we hebben, is niet in de Bijbel. Online is niet in de Bijbel. Onze God is een face-to-face. Van aangezicht tot aangezicht. Hij wil dat we de gemeenschap der heiligen vormen. Ecclesia zijn, de uitgeroepenen uit verschillende woningen bij elkaar geroepen en bij elkaar gebracht. Laten we bidden en de Heere vragen om ons te helpen. Dat zelfs in deze tijd waarin de avondklok er is, als we naar een samenkomst gaan, dat we durven om te gaan. Als een oudste moet gaan naar degene die ziek is, of het nou 3 uur of 9 uur 's avonds is, of maakt niet uit, 11 uur 's avonds, gaan wij gewoon op pad. Op autoriteit van het woord van God. Ja, maar deze renner krijgt toch een bekeuring. Is dat waar je bang voor bent? Ja, maar dan ga je toch een gevangenis in. Oké, wat zal ik zeggen tegen Paulus en Petrus? Ja, maar dan ga je toch dood. Laten we hiermee naar de Heer gaan en hem vragen dat hij ons de moed zou geven om stand te houden en niet te bezwijken. Want we gaan in een moeilijke tijd in. Maar de Heer is met ons. Dat is goed nieuws. Net als hij met David was, hij is met ons. Laten we daarvoor bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat uw goedheid geen einde kent hier. Dank u, Vader, dat u de God van hemel en aarde bent. Dat u deze aarde geschapen heeft, die 16 miljoen keer past in de zon. En die zon is ook door u zelf geschapen. En diezelfde zon, die past miljoenen keer in andere planeten. Hoe groot bent u, Vader? Hoe groot en ontzagwekkend bent u, o Heer? Hier zijn wij, klein en nietig, klein en onwetend. Vader, geef ons uw woord. Leer ons om te bidden. Leer ons om in uw woord te lezen. Vader, leer ons ontdekken wie wij zijn in Christus Jezus. Vader, geef ons uw genade om te weten hoe wij met deze maatregelen om moeten gaan. Vader, geef ons uw genade. Geef ons gezinnen uw genade. Geef ons zelf uw genade. We danken u daarvoor dat u dat wilt doen. In de naam van Jezus. Danken wij u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Thank you.